Miri, goedemorgen. Bedankt voor je reactie op een van mijn filmpjes. Je stelde daarin de vraag: hoe kan ik meer daadkrachtig worden zonder mezelf te verliezen omdat ik ermee gaan ben? Wat dan in mij gelijk opkomt, hoe ziet dat meegaand eruit? Loop ik leeg in die meegaandheid? Is die volwassen samengesteld? Is die volwassen begrensd? Die meegaandheid. Want door. Als ik te veel meegaan ben, loop ik leeg. Dus ik zou in mezelf een mate van meegaandheid uit sociale of van liefdevolle attitude wel doen, maar wel goed begrenzen de meegaandheid zonder mezelf te verliezen, zonder zelf leeg te lopen. En ook grenzen te stellen. Soms komen mensen te dichtbij. En dan mag ik nee zeggen, dan mag ik zeggen stop. Of soms zijn opmerkingen echt ongepast, grensoverschrijdend. En ook bij kinderen is het, ja, hoewel het soms frictie oplevert, noodzakelijk om te zeggen nee, stop, hier is de grens. Dus de kernwaarde voor mezelf op papier zetten, het liefst op papier, want dan kan je het zelf nog eens teruglezen. Wat zijn de kernwaarden in mijn meegaandheid? En waar ligt daarin de grens? Zal ik mezelf verliezen of niet? Als die kernwaarden duidelijk zijn, is het nog niet gezegd dat het ook makkelijk is om de omgeving te begrenzen. Maar dan wordt het in ieder geval voor mezelf duidelijk dat de meegaandheid in kernwaarden ligt vastgelegd.